Tijd voor Polonaise, tijd om mee te zingen. Dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Unity NL. Goed dat je kijkt. In deze aflevering ga je het interview zien met William Burg. Hij heeft een nieuwe videoclip uitgebracht en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ook wil ik het even hebben met je over Koningsdag 2015. Nog een week en dan is het eindelijk zover. En natuurlijk ook een hele berg videoclips die ik je ga laten zien. Wat dacht je van de nieuwe van Mick Harre? Met volle kracht vooruit. Ken je het gevoel dat je alles hebt, maar er ook iets mist? Je vraagt je af of je goed bezig bent, of je misschien je toch hebt vergist. Je wil het anders, maar je weet niet hoe. Je kan wel weg, maar je gaat er niet naartoe. Handen in de lucht en met volle kracht vooruit. Rechtop in de wind, kijk niet om of achteruit. Op de bank en toen zei ik, ik weet niet wat ik wil. Want als het nieuwe oud is, voel ik later dan nog wel het verschil. Ik wil het anders, maar ik weet niet hoe. Maar stop met denken, word wakker. Tegenwoordig een klein beetje een nieuwe look, een baardje. En als je regelmatig op zijn Facebook kijkt, dan ziet hij dat hij ook flink bezig is met motoren. Mick Harre, je zag zijn nieuwe videoclip Volle Kracht Vooruit bij Unity NL. Nog een weekje en dan is heel Nederland weer één dag oranje. En dat gaan we dit jaar vieren op maandag 27 april. Unity NL is er ook bij in Leiderdorp bij het winkelhof op het Statendaalderplein. Met ruim 20 artiesten van eigen bodem. En ook een hele berg artiesten uit de regio Leiden. Daarnaast ook een heleboel kinderactiviteiten. En we zijn erbij met de Unity NL Kids Disco. Ik ga draaien en mijn collega's Joyce en Rowelle, zij gaan dansen. Kortom, dat gaat leuk worden en jij bent uiteraard welkom. Gratis entree, plein is voor iedereen toegankelijk. Tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur in de avond. Unity NL on tour op Koningsdag 2015. Tijd nu voor Danny Heden. Zijn nieuwste, die heet Ik Wil Jou. Yeah.
de slag, ben mezelf nu niet meer. Zijn het je helderblauwe ogen die lagen op je mond? In mijn buik die rare kriebels, wist niet dat het bestond. Als ik naar je kijk, weet ik zeker, krijg ik spijt. Ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. Jij bent de allermooiste, gewoon een wereldvrouw. Jij geeft me de kracht als je even naar me lacht. Ik wil jou, ik wil jou. Zag, ben mezelf nu niet meer. Het kwam door die mooie ogen die laag op je mond. Ben zo blij, mijn schat, dat jij hetzelfde van mij vond. Als ik naar je kijk, weet ik zeker, krijg ik spijt. Ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. Een paar weken geleden was Danny Heden met Ik Wil Jou de Unity NL singletrack. En ben jij de singletrack, dan betekent dat dat jij de belangrijkste plaat gedurende één week bent. En jij als luisteraar van Unity NL kan dat trouwens bepalen. Je kan namelijk stemmen via de website unitynl.nl wekelijks op de singletrack battle. En iedere zaterdag tijdens de top 25, waar je overigens ook op kan stemmen, dan maken wij de nieuwe singletrack bekend. En dat betekent dat zo'n artiest gedurende één week 8 keer per dag gedraaid wordt. www.unitynl.nl. Vorige week had hij weer een VIP-diner. En een VIP-diner houdt in eten en optredens van heel veel artiesten. William Burg organiseert dat en hij heeft ook een nieuwe videoclip en een nieuwe single uitgebracht. Die heet Vrienden voor het Leven. En van de week was hij bij mij te gast hier op de artiestenbank bij Unity NL. Kijk mee naar het interview en de videoclip van William Burg. Op de Unity NL artiestenbank zit ik hier naast William Burg. William, hoe gaat het met je? Ja, supergoed. Dus lekker doorgaan op deze manier. Afgelopen zaterdag heb je een groot concert gegeven met heel veel collega-artiesten. Jazeker, het was een geweldige avond, een geweldige ambiance met collega's waaronder Marianne Weber, een Sineke, een Henk Benaar, Danny Braaf, John de Bever, Marco Meesters. Ja, ik zelf natuurlijk, dus het was een topavond. Jij geeft vaker van dit soort concerten, waarom? Ja, waarom? Ik geef heel veel. Ik doe 2-3 grote dingen op jaarbasis. Dat is eigenlijk de fanavond. Die valt iedere keer de eerste zaterdag in oktober. En die zijn ook altijd binnen een poepende scheet zijn die uitverkocht. Waar ik natuurlijk heel trots op ben. En meestal een dinnershow. En we doen altijd in september doen we een grootschalige artiestenreis naar Turkije. Dus leuke dingen om te doen. Laten we even terugblikken naar het begin van jouw carrière. Want je hebt ook heel veel muziekinstrumenten bespeeld. En je hebt in bandjes gezeten. Waarom ben je dan uiteindelijk gaan zingen? Hoe is dat gegaan? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, in bandjes heb ik niet gezeten. Maar ik heb inderdaad veel instrumenten bespeeld. Mijn vader die heeft wel in een band gezeten, 31 jaar lang. En ik ben begonnen als drummer eigenlijk. Op een gegeven moment trompet gaan spelen. En toen ben ik een eigen drive-in discotheek begonnen. En op een gegeven moment stond ik Nederlandstalige muziek te draaien op feesten, bruiloft. Ik ben er altijd liefhebber van geweest van het levenslied eigenlijk. En ik begon dus een beetje mee te zingen en te tetteren. En er kwam weer iemand op een feest en die zei van godverdomme William, wij geven met het Kwekfestijn, dat is een heel groot evenement wat bij ons in Brabant heel erg speelt voor de carnaval. Ja, zitten wij met onze club in die show, in de
ja, tournament, zeg maar, van zoveel clubs die voor die eerste plaats gaan. Zou jij voor ons niet de zang willen gaan doen? Ik zei, nou ja, goed, dat wil ik best wel een keer doen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat heb ik 3 jaar achter elkaar gedaan. Twee keer zijn we eerste geworden en 1 keer zijn we tweede geworden. En van daaruit had ik op een gegeven moment het gevoel van, god, dit ligt me wel. Ja, en dan sta je achter die discotheek, sta je mee te zingen en te doen. En op een gegeven moment ben ik gaan zingen. En toen heb ik samen met mijn vaste crew eigenlijk besloten van, nou, dan wil ik er ook voor gaan. Maar dan wil ik er ook echt voor gaan. En ja, toen zijn we 5 jaar geleden zijn we voor volle gasten voor gegaan. En dat is eigenlijk het hele verhaaltje rondom William Burg. Eventjes het ontstaan van jouw carrière. Ja. Nou, eigenlijk weten we daarna allemaal wel wat er gebeurd is. Want je brengt regelmatig singles uit. En ik denk dat Ik Wil Nu Dansen wel de allergrootste hit tot op heden is, hè? Ja, die doet het verschrikkelijk goed. Jij Bent Te Mooi, die heeft het ook geweldig goed gedaan. Maar Ik Wil Nu Dansen, die is overal te horen. Tot zelfs, ja, misschien wel 15 collega's die hem in de repertoire meezingen. Dus daar ben ik wel heel trots op. Nou, misschien wel even leuk om te vermelden. Danny Plezier uit Leiden, ook hij heeft hem op zijn nieuwe album staan. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een hit dan, hè? Ja, dat klopt. Ik nogmaals, toevallig, ja, Danny, dat weet ik dan. Maar ik ben laatst ook door iemand weer benaderd. En die wilde hem zelfs helemaal opnieuw uit gaan brengen. Als ik dan daar de goedkeuring voor gaf. Ik zei, nou ja, jongen, doe je best. Ik ben er niet meer als trots op. En gewoon superleuk om te zien dat die mensen jouw single zingen. Dus ja, ik mag toch wel zeggen dat het een klein hitje is geweest. De kroon op het werk. Nou heb jij een paar maanden geleden ook weer een nieuw album uitgebracht. Omschrijf het album even. Ja, de album die heet Vrienden voor het Leven. Het is een album waar heel veel veelzijdigheid aan muziek op staat. Er staan een paar ballads op, er staan een paar bolero's op, er staan 4, 5 uptempo nummers op. Er staat zelfs een Polonaise nummer op. Ja, en nummers die allemaal uit het leven gegrepen zijn. Ik ben iemand, zoals ik net al zeg, ik hou echt van het levenslied. En ik denk dat ieder singeltje die erop staat, dat iemand wel de zicht daarin kan vinden. En het is natuurlijk raar om over je eigen product te zeggen, maar ik mag toch wel zeggen dat hij het verschrikkelijk goed doet. De mensen staan luidkeels mee te zingen en daar sta ik toch eigenlijk iedere keer wel van te kijken dat ze die nummers al aanvragen en meestaan te zingen. Dat ik denk van nou ja goed en zowel bij radio collega's loopt hij gewoon als een trein mee. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Als je nou mag kiezen, uptempo of toch een ballad, wat is dan eigenlijk jouw voorkeur? Nou ja, goed, als ik heel eerlijk moet zijn, dat is een hele moeilijke keuze die je me nou stelt. Maar uptempo is natuurlijk verschrikkelijk leuk, want er is niks zo heerlijk als de mensen natuurlijk helemaal uit de dak zien gaan. Maar ik zelf zing het liefst toch wel de ballads, bij wijze van, om bij mensen echt een ontroering los te krijgen. Maar ja, daarom hou ik van die veelzijdigheid. Je moet van alles wat hebben, maar voor commercieel is het natuurlijk de uptempo. Het album heet Vrienden voor het Leven en de nieuwe single van William Burg die heet ook Vrienden voor het Leven. En daar gaan we nu naar kijken bij Unity NL op Unity TV. Vriendschap bestaat al zo lang, maar niemand weet waarover het gaat. Het voelt als houden van, als je weet waarover je praat. Liefde, geluk, maar ook pijn. Te delen met je beste vriend. En je weet dan, als hij luistert, jou dan ook echt verdient. Vrienden voor het leven, dat zijn wij. Ja, voor altijd. Huilen met een lach en een traan. Ik zal er voor jou zijn. Ik zal er zijn voor jou. En wanneer jij het niet verwacht, zie jij mijn eeuwige trouw. En als jij het even niet weet, sla ik mijn arm om jou heen. Ik bewaak je onder mijn vleugels, ik laat jou nooit alleen. Huilen met een lach en een vraag.
je met de hand op mijn hart. Ik wil jou nooit meer kwijt. En ik zweer je met de hand op mijn hart. Ik wil jou nooit meer kwijt. De nieuwe videoclip van Willy-Jan Burg, Vrienden voor het Leven, zag je bij Unity NL voorbij komen. En dat is ook meteen de titel van het nieuwe album. Waarom is dit liedje eraf gehaald om als single uit te brengen? Nou ja, goed, die single die spreekt eigenlijk een beetje voor zich, zoals de mensen nu net ook hebben gezien. Het is een single waar ik bij Marco Meesters om de tafel ben gaan zitten, mijn vaste tekstschrijver van ik wil een single hebben die over de vriendschap en over de band gaat, die de mensen op dit moment wel eens verloren zijn, heb ik het idee. En wat eigenlijk echt de vriendschap inhoudt. En ja, dat liedje, daar krijg ik zoveel respons op van de mensen en vanuit het publiek. En ja, dat we op een gegeven moment hebben gezegd van nou, de album die heet sowieso Vrienden voor het Leven. Zoals de eerste album Mijn Leven heette, de laatste single ook Mijn Leven was. En deze dan uiteraard ook. Maar ja, wat ik al zeg, hij geeft zoveel bij mensen los dat wij hebben gezegd van nou, die gaan we er echt als single van aftrekken. Ja, en ja, overal waar ik kom staan ze te schreeuwen van ja, Vrienden voor het Leven, want ja, die willen we doen. En ja, geweldig, super. Dan is eigenlijk maar één conclusie duidelijk. Dat moet dan inderdaad de nieuwe single worden. En nou, dat heb je dus ook gedaan. De plaat wordt momenteel goed opgepakt in het land. En qua dingen die eraan gaan komen, wat kunnen we nog gaan verwachten van jou in 2015 of misschien al wel in 2016? Nou, 2015, dan gaan we sowieso in september natuurlijk met WP Entertainment de artiestreis doen naar Turkije. Waar die op dit moment al bijna eigenlijk helemaal vol zit. Snel even boeken, mocht je nog mee willen dus. Ja, inderdaad. WP Entertainment eventjes kijken. Maar dan gaan we weer gezellig met een vol vliegtuig naar Turkije. En in oktober natuurlijk. 10 oktober zal de fanavond weer plaats gaan vinden. Die met geweldige collega's weer een fantastische avond gaat worden. En ik verwacht ook eigenlijk nog wel medio eind mei, juni een nieuw singeltje uit. Een lekker zomers singeltje. Daar ben ik vorige week voor de studio ingedoken. Dus een paar superleuke dingen die dit jaar nog zeker gaan gebeuren. Een nieuwe single, dat betekent dus een plaat die nog niet op het album staat. Ja, dat klopt. Die staat nog niet op het album. Dus ik hoop echt dat het... ik zei het is een echte zomerse single, dus ik hoop echt dat die lekker opgenomen wordt. Maar dat gaat denk ik wel goed komen. Voor meer informatie over jou, hoe ben jij te vinden via Facebook, Twitter, Instagram en jouw eigen website? Nou ja, de website is heel makkelijk, www.willyanburg.nl. Daar staat eigenlijk alles op, daar kunnen ze alles bijhouden, de posters en waar ik sta en waar ik te vinden ben. En natuurlijk, ja, de grootste social media is Facebook. Klik gewoon Willy-Jan Burg aan en alles staat erop waar ik te vinden ben. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wij bij Unity NL gaan je in ieder geval in de gaten houden. Leuk dat je er was en heel veel succes met de aankomende plannen en natuurlijk nog met deze single Vrienden voor het Leven. Dankjewel en superleuk dat ik aanwezig mocht zijn. Top. Een van zijn bekendste hits is Ik wil nu dansen en de opvolger die is nu uitgekomen. Vrienden voor het leven, die zag je voorbij komen bij Unity NL. Voor deze week is de aflevering bijna voorbij. Voor meer informatie kijk je op unitynl.nl en like ons ook even op Facebook om op de hoogte te blijven van alle artiesten die bij ons langskomen in de studio. Ik ga jullie nog één videoclip laten zien en dat is de nieuwe van John de Bever. Die single die zou je eventueel nog kunnen kennen van Lietse Hille. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Nu uitgekomen in twee verschillende versies, waaronder een partyversie. En één ding is daarmee gegarandeerd, de zaal die gaat op zijn kop. Geniet ervan en tot volgende week. Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen. Dit is mijn kroeg, kom hier al jarenlang. Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan? Het doet pijn, maar ik hou me in bedwang. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent mijn tranen niet waard. Van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet.
gaf ik jou zelfs mijn gevoelens, die ik eerder nimmer deelde met een vrouw. De warmte die ik gaf en terug verwachtte, gaf je een ander en ik bleef in de kou. Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog, en die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant. Ik vraagde waarom geef ze wat te drinken, en ik lach wat om de grappen van een klant. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent met tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar mijn tranen die gun ik jou niet. Soms word ik gek